Staatssecretaris en oud-Gelders gedeputeerde Ko Verda stapt na een maand al op vanwege een declaratieaffaire. De eerste echte sneeuw in de provincie leverde mooie plaatjes op, maar ook files. En na een extreem kort afscheid keert Henk Timmer alweer terug bij AGOVV, opnieuw als directeur. Wij zijn absoluut blij dat Henk terug is. Nou, dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van donderdag 6 december. Hij was nog maar een maand en een dag staatssecretaris van Economische Zaken. En vandaag legde hij zijn functie alweer neer. PvdA Ko Verda stapt op vanwege de commotie die alsnog is ontstaan over zijn declaratiegedrag in de tijd dat hij nog Gelders gedeputeerde was. Verda erkent dat hij ritten Nijmegen-Arnhem declareerde terwijl hij de ritjes van Zwolle naar Arnhem maakte. Hij heeft daar dus bewust over gelogen en trekt nu zijn conclusies. Ik wil mij functioneren als staatssecretaris en ook het kabinet en mijn partij op geen enkele wijze belasten met een eventuele verdere discussie. Met pijn in het hart heb ik daarom besloten terug te treden als staatssecretaris van Economische Zaken en mijn ontslag aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin. Ja, op de redactie is verslaggever Annemieke Schakelaar. Die was vanmiddag aanwezig bij die persconferentie die u net zag. Ja, Annemieke, hoe is er gereageerd op het vertrek van Ko Verda? Nou, er is vooral verbazing dat hij nu deze conclusie trekt. Want deze feiten waren in ieder geval in Gelderland allemaal al bekend. En het dossier is ook naar Den Haag gestuurd. Maar PvdA-leider Diederik Samson zei destijds van nou, de zaak is in Gelderland helemaal afgedaan. Was hij ook in de Gelderse Provinciale Staten. Dus hij kan rustig staatssecretaris worden. Er lag nog een onderzoek van de PVV op hem te wachten. Een rechtszaak. Het werd inmiddels een zaak voor de landelijke media. Waarschijnlijk heeft die druk ervoor gezorgd dat vandaag nog eens een keer naar zijn hele dossier heeft gekeken. En een conclusie heeft getrokken van nee, dit gaat te veel om liegen, om declaraties van ritten die hij niet heeft gemaakt. En dan staat zijn integriteit ter discussie. En dat kan niet, daarom stapt hij op. En dat, juist dat liegen en die integriteit, maakt dit besluit ook ja, zo vervelend dat het elke keer weer gebeurt. Zegt ook het oud-statenlid dat deze hele kwestie als eerste aanzwengelde. Het zegt iets over de bestuurscultuur in Gelderland. En daar heb ik in die periode dat ik statenlid was me ook al herhaaldelijk over verbaasd. Hij is niet integer genoeg voor Den Haag, maar kennelijk wel voor de provincie Gelderland. Nou, wat ik u al zeg, we hebben heel erg in dat debat gekeken naar het gebruik van de dienstauto. En daar hebben we niet alleen GS, maar ook PS van gezegd van nou ja, dat is, daar ligt een goede verklaring onder. Er was ook een afstemming over, ook met de algemeen directeur. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd, want het is natuurlijk niet zo dat meneer Verdaas werkt onder die directeur. Het is precies omgekeerd. Meneer Verdaas is de baas van de directeur. Dus meneer Verdaas die had zelf gewoon de regels in de gaten moeten houden. Staat de integriteit van de heer Verdaas wat u betreft ter discussie? Ja, voor zover ik het nu kan beoordelen, niet. Ja, Ko Verda werd in 2007 gedeputeerde in de provincie Gelderland, nadat hij bijna 4 jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer zat. Hij hield zich bij de provincie vooral bezig met ruimtelijke ordening. Lange tijd leek er niets aan de hand, totdat in 2011 zijn declaratiegedrag plotseling onderwerp van discussie werd. Een discussie die eigenlijk al begon in februari van dat jaar, tijdens een uitzending van ons programma In Gelderland Live. Maar ik mag hier dus uit concluderen dat u niet uw auto wil afstaan om dat geld te gebruiken voor de gehandicapten. Ja, is dat juist, die conclusie van mij? Ik begrijp dat u dat een heel belangrijk punt vindt en dat gun ik u. Ik wil mijn werk heel goed doen en zo'n dienstauto, dat is echt een zegen als je die weken maakt die wij maken. Direct na de uitzending begon de Gelderse PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber een onderzoek naar de rittenadministratie van Verdaas. Ze had in een gesprek met Verdaas begrepen dat er onduidelijkheid was over zijn feitelijke woonplaats. Faber verdiepte zich in de rittenstaten en kwam tot de conclusie dat Verdaas eigenlijk in Zwolle woonde. En niet, zoals Verdaas zelf beweerde, in Nijmegen. De PVV diende in november vorig jaar een motie van wantrouwen in tegen Verdaas. Want dit college weet donders goed dat meneer Verdaas feitelijk verblijft in Zwolle. Dat weten ze echt wel. En ze maken mij niet wijs dat ze dat niet weten. Dat geloof ik absoluut niet. Maar de PVV haalde uiteindelijk bakzeil. Geen enkele andere partij in Gelderland steunde de motie. Ook het provinciebestuur bleef achter Verdaas staan. En dus liep de bonnetjesaffaire toen met een sisser af. Ja, Annemiek, toen liep de bonnetjesaffaire met een sisser af, bleef het zonder gevolgen. Nu stapt hij dus om dezelfde kwestie alsnog zelf op. Hoe gaat het nu verder?
Ja, dat is dus een grote vraag. Op dit moment is er een spoeddebat in de Tweede Kamer waar onder andere de vraag wordt geopperd: moet het Openbaar Ministerie hier naar kijken? Is er sprake van valsheid in geschriften? Ko Verdaas zit in ieder geval thuis. Hij krijgt 6 maanden wachtgeld omdat hij staatssecretaris is geweest. En ja, wat natuurlijk ook een belangrijke vraag is, is: hebben provinciale staten dit hele dossier niet veel te snel van tafel geveegd? Twan van Bergen, die jullie net zagen, en de PVV hebben het aangekaart. Andere partijen wilden er eigenlijk niets van weten. Terwijl nu toch in Den Haag gezegd wordt: nee, dit kan helemaal niet. De SP heeft inmiddels een interpellatiedebat aangevraagd in de Provinciale Staten. 19 december wordt daar weer over gesproken. Goed, Annemieke Schakelaar, dankjewel. En voor de laatste ontwikkelingen rond het opstappen van Ko Verdaas kunt u natuurlijk terecht op onze site gld.nl. De eerste echte sneeuwval zorgde vandaag voor pret, maar ook voor grote drukte op de wegen. Op het hoogtepunt stond er in de ochtendspits ruim 600 kilometer file in Nederland. En ook in onze provincie waren er problemen. Het winterweer zorgde niet alleen voor veel vertraging op de snelwegen, maar ook op de provinciale en lokale wegen stond het vast. Doordat het verkeer zich goed aanpast aan de weersomstandigheden, viel het aantal ongevallen in de regio volgens de politie mee. Wel raakte door de gladheid in Duiven een tankwagen met melk van de weg. Maar de sneeuw zorgt niet alleen voor overlast. Vanochtend werden we wakker in een Gelderland dat door moeder natuur was omgetoverd in een verstild wit sprookjeslandschap. En dan is het heerlijk om er goed gekleed op uit te gaan. Het is een heel mooie dag, vooral als zonnetje erbij schijnt. Het is natuurlijk hartstikke leuk. Ik hou wel van sneeuw, ja. Van te skiën, maar het kan hier. 5 seconden. Als je geluk hebt. Mooi weer, dus, mooi zonnetje erbij. Helemaal stralend blauw. Echt geweldig. Met nog meer sneeuw op komst gaan vandaag de sneeuwschoenen, sneeuwschuivers, ijskrabbers en strooisout als warme broodjes over de toonbank. Vanaf een uur of 11 begon het los te barsten, dus het was vandaag vast weer gezellig druk. Goed voorbereid en met strooisout en de nieuwe sneeuwschuiven kunnen we er helemaal tegen. Grote drukte vanmiddag ook op de ijsbaan in Duiven. Ook al ziet het er voorlopig nog niet uit dat er op natuurijs kan worden geschaatst, de jongeren kijken reikhalzend uit naar nog meer sneeuw. Buiten sleeën, sneeuwballen gooien met vrienden. Hoop je hoeveel er valt morgen? Oh, 20 centimeter, 30, zoveel mogelijk. Ja, morgen komt er dus nog meer sneeuw. Een meteoconsult verwacht dat dit voor grote problemen gaat zorgen. En daarom zendt Radio Gelderland morgenochtend al vanaf 5 uur uit. En komt TV Gelderland morgenochtend om 10 uur met een extra uitzending. Grote paniek was er bij AGOVV toen directeur Henk Timmer er de brui aan gaf uit onvrede met het beleid. Maar deze week keerde hij alweer terug. En nu is dus iedereen bij de Apeldoornse voetbalclub weer opgelucht. De toekomst van AGOVV zag er even somber uit. Grote financiële problemen, sponsors die afhaken en het vertrek van de man die de club er juist weer bovenop moest helpen, Henk Timmer. Maar na een week is hij weer terug. Voorzitter Ad van der Molen krijgt een rol in de luwte en Timmer heeft een vrij mandaat om zijn plannen uit te voeren. Ik vind dat Henk een goed doordacht plan heeft met een aantal mensen. Dus ik hoop dat we de komende weken de tijd gaan krijgen om het een en ander verder te ontwikkelen. En dat we ja, eindelijk eens als AGOV zijnde ook op dat gebied flinke stappen kunnen maken. Je bent samen ergens aan begonnen en dat wil je graag samen afmaken. En wat dat betreft zijn we blij dat hij weer terug is. AGOVV moet morgenavond spelen tegen Almere City, maar het veld is al bedekt met een flinke sneeuwlaag. Als je ook achter ons kijkt, dat heeft gewoon geen zin. En dan vind ik dat ze eigenlijk gewoon vandaag lekker over moeten aflasten. Als de voorspellingen kloppen dat het hier tot een uur of 6 behoorlijk intensief morgen blijft sneeuwen. En gezien het dikke pak wat er nu al hier is gevallen, dan heb ik mijn twijfels of er gespeeld kan worden. In Harlingen wordt het schip van ontdekkingsreiziger Willem Barents nagebouwd. En het eikenhout komt van landgoed Slangenburg bij Doetinchem. Straks meer. De bekende vastgoedfamilie Westermeijer uit Ede verliest miljoenen euro's. Jarenlang stonden ze in de quote 500 met een geschat vermogen van 275 miljoen euro. Op dit moment is daar nog 30 miljoen van over. De economische crisis zou de oorzaak zijn. De inboedel van het Vesta-gebouw in Arnhem, het hoofdkantoor van het familiebedrijf, is geveild en de opbrengst bedraagt enkele tonnen. Studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen hebben een veiling gehouden voor de actie Serious Request van 3FM. Ze halen hiermee geld op voor het Rode Kruis, die het weer gebruikt om kindersterfte tegen te gaan. De studenten zijn bijgestaan door 3FM-dj Giel Beelen. Eenmaal, andermaal, 120 euro, heel strak, 120 euro.
Er is tot nu toe bijna 6000 euro opgehaald. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek wil dat minister Kamp de mogelijkheden onderzoekt voor een ondergrondse hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar het Duitse Wezel. De inwoners van de Achterhoek pleiten al langer voor een ondergrondse aanleg. Boven de grond zouden de hoogspanningskabels namelijk het landschap en het milieu aantasten. Dierenasiel in Winterswijk moet de deuren sluiten omdat het minder subsidie krijgt. Er waren al plannen om op een nieuwe locatie samen te gaan met het asiel in Doetinchem, maar de sluiting komt nu eerder dan verwacht. De dieren worden begin januari naar Doetinchem gebracht. Koningin Beatrix heeft vanochtend de Hanselijn in gebruik genomen. Dat is de spoorlijn van Lelystad naar Zwolle, die ook door de gemeente Hattem komt. De koningin reisde met de koninklijke trein en stopte bij de nieuwe stations. De aanleg van het spoor duurde bijna 6 jaar en kostte 1 miljard euro. Zaterdag mag iedereen een dag lang gratis reizen over de Hanselijn. De politie in Ermelo zoekt getuigen van een zware aanrijding gistermiddag. Een 78-jarige fietser raakte hierbij ernstig gewond. Het slachtoffer werd door voorbijgangers gevonden op de hoek van de Stationsstraat en de Dr. Van Dalenlaan. Volgens getuigen reed de bestuurder door naar het ongeluk. De kentekenhouder is een inwoner van Ermelo en ze is inmiddels aangehouden. Nu Sinterklaas het land uit is, kan er worden afgeteld naar kerst. Op landgoed Heerlijkheid Mariënwaard in Beest is de 11e kerstfeer van start gegaan. Er worden de komende 4 dagen duizenden bezoekers verwacht. Op de fair zijn onder meer verschillende stands met kerstartikelen, een lichtjesfeest en een groot kampvuur. Voor de herbouw in Harlingen van het schip van ontdekkingsreiziger Willem Barents worden eiken uit de Achterhoek gebruikt. Staatsbosbeheer schenkt bomen van landgoed Slangenburg bij Doetinchem en van het nabijgelegen Noorderbroekbos. En hiermee herhaalt zich de geschiedenis, want in de 16e eeuw was de Achterhoek een van de belangrijkste leveranciers van eikenhout voor de Nederlandse scheepsbouw. Het Achterhoekse eikenhout. Zo zwaar dat alleen de sterkste paarden de stammen uit het bos kunnen trekken. De selectie van het hout voor de herbouw van het beroemde schip van Willem Barents begint hoog in de kruinen van de bomen. Nou, wij zijn dol op kromme takken. En dat klinkt een beetje raar, want normaal wil iedereen mooi recht hout hebben. Maar in het schip hebben we heel veel kromme spanten nodig. Dit is een hemel op aarde voor ons. Met deze prachtige bomen, met die zware gekromde takken van eeuwen oud. Nou, daar halen wij haarfijn precies de vorm uit die we nodig hebben. Maar niet alleen de takken zijn belangrijk. Er gaan hele bomen tegen de vlakte voor de binnenkiel en de boegplanken van het schip. Mooi natuurlijk, maar houden we hier zo nog wel wat over, vraag je je af. Deze bomen die zijn eruit geselecteerd, dus die moeten eraf in verband met de veiligheid. Ja, en nou komt dat mooi uit. Dat de Friezen hier hun hout halen, heeft te maken met de geschiedenis van de Achterhoek als leverancier van eiken voor de bouw van Nederlandse zeilschepen. Het echte schip waarmee Willem Barents de weg om de Noord naar Indië probeerde te ontdekken, was ook gebouwd met Achterhoeks eikenhout. De geschiedenis die herhaalt zich op deze manier. Dit is exact zoals we over een paar jaar hopen te varen naar Nova Zembla. En nu maar hopen dat het Achterhoekse hout niet rot is. Nee, dit hebben we nou al gezien. Dit is perfecte kwaliteit. En ons schip met dit hout, dat houdt het echt vele tientallen jaren vol. Daar is geen twijfel over. Ja, dan gaan we naar Wageningen voor het weer. Margot Ribbering, kun je precies vertellen wat we de komende nacht en morgen kunnen verwachten in Gelderland? Ja, dat zal ik proberen. Het ziet ernaar uit dat het voor Gelderland na middernacht vanuit het westen begint te sneeuwen. Voor de ochtendspits is heel Gelderland wit en tijdens de ochtend blijft het ook nog eens matig tot zwaar sneeuwen. Op sommige plaatsen 10, misschien wel 15 centimeter betekent dat er niet alleen met zout wordt gestrooid om de wegen sneeuwvrij te maken, maar dat we natuurlijk ook de sneeuwschuivers weer aan het werk zien. Hoe dat allemaal gaat morgen op de weg, dat weet ik natuurlijk niet. Houdt u in ieder geval ook de verkeersinformatie heel goed in de gaten.
Nou, vandaag zagen we de sneeuwstoring vanuit het noordwesten al aankomen. Maar daarvooruit hebben we nog even kunnen genieten van een prachtig winterzonnetje. Een enkele winterse bui die vanuit het noorden nog eventjes over Gelderland trok. En vanavond dus vanuit het westen. Bewolking behorend bij die sneeuwstoring. Na middernacht gaat het dus sneeuwen. En morgenochtend sneeuwt het eigenlijk overal. Matig tot zwaar, met stevige wind uit een zuidoostelijke richting. Matig tot krachtig op de randmeren. En dat betekent dat het zicht slecht wordt en dat er echt sprake is van een soort sneeuwjacht tegen het einde van de ochtend en tijdens de ochtendspits. En het kan natuurlijk glad zijn. Morgenochtend tijdens de ochtendspits barre omstandigheden. Het wordt allemaal minder in de loop van de ochtend. En in het noordoosten wordt het zelfs in de loop van de middag droog. Maar er is een gedeelte in Gelderland, zeg maar tussen de Randmeren en Nijmegen, waar het best wel een tijdje lang kan doorsneeuwen. En daar wordt dan in deze strook de meeste sneeuw verwacht. 10 tot 15 centimeter. Nou, de wind gaat morgen in de loop van de middag afnemen. Ja, en voor de rest, die temperaturen die blijven natuurlijk laag. En als het dan gaat opklaren in de nacht naar zaterdag, dan wordt het koud boven de sneeuw. Min 6, maar misschien ook wel lager dan min 10. Overdag is het genieten van de sneeuw met heel veel zonneschijn, maar het blijft vriezen. De dagen daarna gaat het een beetje kwakkelen. En dat betekent dat als er neerslag valt op zondag en maandag, dat we dan wederom rekening moeten houden met gladheid. En dit was het nieuws van donderdag 6 december. En daarin zag u onder meer dat staatssecretaris en oud-gedeputeerde Co Verdaas na een maand al is opgestapt vanwege een slepende declaratieaffaire in Gelderland. En dat de sneeuw in Gelderland vanmorgen voor mooie plaatjes heeft gezorgd, maar ook voor problemen in het verkeer. Ik wens u nog een fijne avond.